Je luistert naar De Mens Achter de Lach, een openhartig gesprek met Kamagurka. Kama of Kamagurka of Luc of meneer Zeebroek. Al wat dat wil. Mag ik Kama zeggen? Ja, voor het moment mag dat nog allemaal. Ja. voor het moment, oké. We zien hoe het evolueert. De rode draad in deze reeks is de mens achter de lach, maar vooral de carrière van de ramen die passeren. Okay. En dan dringt zich de vraag op, hoe is alles bij u begonnen? Bij tekenen, dacht ik, maar mijn carrière is eigenlijk begonnen in feite met mijn tekeningsjes. Ik denk, als ik het goed herinner, in 1972 ben ik beginnen tekenen voor de Zeewacht. Dat is, maar ik zat er nog op in school. Ik zat er nog, denk ik, zelfs in Tattenheim in Oostende. Oostendse regionale krant. De Zeewacht bestaat nog altijd. Ja. Dat is van Roularta nog. Ja. Dat bestaat nog altijd. Maar het is niet alleen Oostende, het is heel de zee. Dus, heel de constructie. Zoiets, waar, ja. De Zeewacht. En ik zat net in Tattenheim in Oostende. Met Stijn dood te vervelen. En aan de overkant van de straat, waar de klasse, waar we een les kregen, zagen we een keer de redactie van de Zeewacht zich daar begon te vestigen. En ik zei, godverdomme, dat is wel interessant natuurlijk. Ik wist niet dat dat zo dichtbij was. En ik was toen al aan het tekenen in de klas. Gewoon zo karikaturen van de leraars. En dat soort dingen. En, maar ik was eigenlijk met cartoons ook al bezig. En op een goede dag heb ik dat dan binnengestoken daar aan de overkant van de straat. En die man zijn dat begint te publiceren. En dat was zo 3-4 tekeningen per week dat ik maakte voor de Zeewacht. Dat was en toen was je nog geen 18, middelbare schoolstudent. Ik was dan 16 jaar. Ja, 16. Of nog een jonger, ik weet het niet. Dat tijdje. Ik ben van 56. Ik reken het zelf uit. Ik ben goed. Ik ben 56, 66. 76 of 20 geweest. Hè. Ja, 72. 16 jaar. En in hetzelfde jaar heb ik mijn eerste optreden gedaan. Dat is ook wel grappig. Dat was, ik was naar een... Dat was een weekend, of driedaags of zoiets. Oh ja. En dat heette Luid. Dat was een festival in Oostende. Luid, maar met een T op het einde. Dus een soort kleinkunstfestival was dat. En ik denk dat 2 of 3 dagen duurde. En dat was in Status in Oostende. Aan de bibliotheken. Stadsbibliotheken. Op het Wapenplein was dat. Daarboven. En in de namiddag was die keer een wedstrijd. Een kleinkunstwedstrijd. En de laatste dag was het ook weer een wedstrijd, humor. En ik zat dus die eerste namiddag door te kijken naar van die gasten die erop traden. En die winnaars, dat was zodanig slecht, dat ik me direct ingeschreven. En ik zei, kan ik daar een parodie op maken voor de humor. Hè? En dus een derde dag, de zondag, mocht ik dan optreden. En ik won die wedstrijd. Dus ik had zo'n parodie maken op die gasten. En ik weet niet meer wat dat juist was. Ik had eigenlijk maar één mens zien optreden in mijn leven. Dat was Fernandel. Fernandel en de cursor in Oostende. En ik vond dat geweldig. Die man stond daar en er waren 1000 of 2000 man in die cursor. En hij sprak wel Frans, wat dat niet zo gemakkelijk was. Maar door het feit dat de mensen zo lachten en ik zat in die sfeer. En maar ik was al misschien 12 jaar, weet wel. En die zong zo liedjes over Jeannette en al van die dingen. Maar dan noemde hij dan niet Jeannette, maar Proet Proet of zoiets. En ik vroeg dan mijn moeder, wat is dat? Proet Proet. Ja, je had het nog wel een keer weer. Je grootje toch nog een keer. Nog een keer vertellen. Proet Proet Proet. Is er eigenlijk scheten? Hij is bezig. Ja. Enfin, ja, dus dat was zo mijn optreden dat ik gezien had, eigenlijk, Fernandel. En... wat was ik weer? Ah ja, dus, en ik won dus die wedstrijd van de humor of zoiets. Kreeg je alles. In elk geval, de eerste prijs was een optreden. Ja, maar kan ik nou juist opgetreden? Ja, de eerste prijs is een optreden. En die gast die dat deed, was Philip van Steenbergen of zo. Of Philip van...
Ik heb nog regelmatig contact met hem. En Filip presenteerde die avond. En zei ik zeg, Luc, want ja, ik kan mijn huurkabels nog niet. Zei Luc, zei de zoveelste moet je in de nonne zin. Sanatorium. Ah, ja, ja, ja. Het zeepreventorium van de nonnen. Ja. Voor een optreden voor de dokters en voor de patiënten en zoiets. En als winnaar krijgen, mogen dat dus. En we zijn uitgenodigd om te komen spelen. Ik zei, ja, hoe lang moet dat duren? Nou ja, een half uurtje of zoiets. Zei, ja, godverdomme. Ja. Kijk, ten eerste, ik had nog nooit opgetreden in mijn leven, behalve dan dood in een keer. En ik had ook geen materiaal, dus ik kan niets, ik kan gewoon, ja, wat moest ik gaan doen eigenlijk? Ik zat gek daarmee een beetje te pijzen en te chiquen en zo. Ik dacht, ik ga, weet je wel, ik ga iets doen, dat ze mij dan nooit meer vragen. Ik ga echt iets doen dat volledig erover is. En dat was 1972, dus ik had nog niet veel voorbeelden gehad. Dus wat deed ik? Ik schreef 6 A4'tjes aan weeskanten vol. En dat was een enorme loftuiting op degene die nu ging komen. Dus op de persoon die aangekondigd werd. Dat was een loftuiting tot van je welste. Van wat je nu gaat zien, dat is... Dat je weet niet wat dat... Je kunt er... Want ik heb dus... Die mens heeft mij die tekst nog een keer gemaild, een paar jaar geleden. En ik heb die tekst dan teruggevonden. Dus, en dat was een gigantische loftuiting. En dat duurde ongeveer 6 A4'tjes. En ik kom bij die gast, die dag in de nonen, dat was zo heel slecht weer. En ik zei, ik weet niet of ik met mijn velo hoor, met een tram, ik weet het niet meer. In elk geval, ik zeg tegen Filip, zeg ik hier, dat is er een tekstje dat ik geschreven heb, dat is mijn aankondiging. En ik zou hen dat hij dat leest, vrij traag, zo traag mogelijk. Echt, neem je tijd, want het moet echt doordringen tot de mensen wat je aan het leren. Ja, en wat ga je dan doen? Ja, en dan kom ik. Ik zeg maar, ik wil wel dat je het met mijn woorden mij aankondigt. En dan, ja, oké, dat is goed. Dus ja, die zalen zitten met wat dokters en patiënten en de ouders van de patiënt. En ik weet niet, dat staat helemaal vol. En uiteindelijk is het was eerst de muziekje geweest of zo. En dan zei Filip, dan heb ik nu iemand die de prijs gewonnen heeft, luid. En dat is. En hij begint dus te lezen. En ik stelde mij dus op. Zodanig dat hij kon mij niet zien, want hij stond met zijn rug naar mij. Maar dus het publiek kon mij wel zien. Half links, hé. En ik had dus zo een grote vals gelul gemaakt. En terwijl hij zo bezig was met loftuitingen over degene die nu ging komen, zagen de meisje misstaan best dat ik aan een flut aan het trekken worden. Alleen aan die kunstlul aan het trekken worden. Ja, okay, en dat, ja. ging dus door gewoon, zeker en vast, 10 minuten aan een stuk, ging dat gewoon maar altijd maar door. Dus, en in Filip, ja, en dan was dat gerommel in die zalen van die ding, maar die gast ging maar gewoon deur. En op een bepaald moment zei, en hier is hij dan, Luc Zeebroek. En ik kwam met die flut en mijn hand dat podium op. Ik groette en ik ging weer weg. Oké. Heel dat publiek geschanaliseerd. Filip nam in, Luc, dat is wel de allerlaatste keer dat ik iets heb kunnen regen voor u. Zei ja, ik weet, ik was toch niet van plan om dat verder te doen. Maar omdat we het toch moesten doen, weet je wel. Die gast was eigenlijk een beetje triestig en verdrietig en een beetje geschandaliseerd. Want ja, die dokters wonen er ook. Die patiënten wonen er aan het hoesten en aan het doen, weet ik veel wel. Die astma-leiders er aan te piepen. Maar van verontwaardiging. Maar ik vond dat een geweldig tof optreden. En was daarmee de toon gezet van de... Dat zat gewoon in mijn bloed. Gewoon. Dat was gewoon... Ik vond alles leuk. Ik vond strips leuk, vond cartoons leuk, vond het gegeven optreden ook leuk. Maar ik wou het op mijn manier invullen. Ik wou op mijn reactie hebben. De gewone lach, dat interesseerde mij eigenlijk niet echt. En nog altijd niet echt. Die nieuwe show dat ik nu heb, gaat daar eigenlijk over. Het is een beetje moeilijk voor dit leggen nu direct zo achter die dingen. Maar in elk geval, voor mij, ik heb dan ook op een bepaald moment, dat ik 17 jaar oud was, ging ik naar het cinema de Capitol in Oostende en ging ik naar een film gaan kijken. Of misschien dat ik iets ouder was. Lenny heette dat, hè.
En dat was Het leven van Lenny Bruce. En dat werd gespeeld door Dustin Hoffman. En dat ging dus over een stand-up comedian, een van de well, die in cafés optrad en in horen plekken en in oerkoten, disco's. Allee, hij trad daar gewoon op, hij ging op tafel staan en hij begon te klappen. En hij sprak over homo's, over drugs, over de oorlog in Vietnam, over al de thema's waar andere komieken gewoon niet over spraken. En het gevolg was dat hij dus op een duur stond op te treden en als ze dan de fliek naar kloor stond voor hem te arresteren. En dat fascineerde me. En dat was voor mij fantastisch. Want ik wil eigenlijk, dat is eigenlijk de ultieme beloning dat je kunt krijgen als artiest, is als je komt arresteren. Want dan wil je eigenlijk zeggen dat je iets gedaan hebt dat gevaarlijk is. Of dat iets dat echt iets betekent, of dat je iets te melden hebt gehad in feite. Want ze willen het niet horen, ze steken je zelfs. En dat zat zo in mijn hoofd, zo van, hoe zou ik nu kunnen gearresteerd worden? Om er onnozelheden te vertellen, weet je, dat was dat zo. En, maar ja, in Oostende, ik zeg het, ik was ook niet bekend. Kamagurka, ik denk dat ik toen ongeveer die naam verzonnen had. Ja, van waar komt dat, Kamagurka? Wel, omdat mijn vader zei dat als artiest wilde worden, moest ik een pseudoniem aanzetten. Ik zei, pa, waarom? Ja, het oorlog wordt, je weet toch maar nooit. Als je gewoon weet te vinden anders, en als je een pseudoniem hebt, weet je niet gauw te vinden. Bijvoorbeeld dat een oorlog meegemaakt natuurlijk. En ik zei, oké, gewoon een pseudoniem zoeken. Maar ik deed judo op dat moment ook. Ik was een enorme judo-freak eigenlijk. Oké, ik leer bij. En dus die al die worpen en die grepen, dat was in het Japans. Dat was de Ari. Dus ik dacht van, moeten ze het wel kunnen. En dan de Japanners ook kunnen een klik mee in met zo'n pseudoniem. Want met al die vliegtuigen, ik voorzag al de globalisering. Ik dacht van, moet ik geen naam aan Luc Zeebroek, dat kan alleen maar door de Belgen en Hollanders uitspreken. Moet het wat hebben dat iedereen kan uitspreken. En dus ben ik dan uiteindelijk bij Kamagurka terechtgekomen. Ik had ook het wat gezien over de Kamasutra, dat vond ik ook wel interessant. En toen dacht ik van ja. Dat had ik dan opgeschreven en bijvoorbeeld dan gezegd van ja, zie je dat, geen meisje kan dat dan doen. Je moet een korps doen, pa. Zeggen, pa, oké, dan is dat dan doen, dan is het nooit meer vergeten. Ah ja, het is wel, oké, ja. Dus zo is Kamagurka eigenlijk ontstaan. Want die naam was er dus al heel vroeg. Ja, ik denk een jaar of 17, 18, ja. Onder dwang van mijn vader. En dan met dank aan Wereldoorlog 2. Ik kan me wel inbeelden dat vader en moeder zo hun gedachten hadden, om het zo te zeggen, in het begin. Ja, van, ja, dat was zo. Wat zal onze Luc nu beginnen? Nog aanvangen? Ten eerste, ik was enig kind. Hè, en die mensen dan inderdaad de oorlog meegemaakt. Ik was een zeer gezond kind. Ik kende geen gevaar. Iets dat gevaarlijk was, deed ik direct. Bijvoorbeeld, ik ging liefst van al via een regenpijp naar mijn kamer gaan tekenen. Ik had zo'n kamer boven op het tweede. Omdat ik zat te tekenen altijd. En dan liet ik altijd dat ruitje openstaan. En dan klom ik gewoon langs de regenpijp naar boven, boef, hup. Geen trappen, liever de regenpijp. Nee. Regenpijp, bomen vond ik ook geweldig om in te klimmen. Muurtjes. Ik was zo'n beetje een soort Tom Waas zonder tv-programma. Zo. Alleen om mijn ouders te doen verschieten en zo. Maar ik zat wel veel met... En eigenlijk de eerste keer dat ik echt media heb gebruikt in mijn leven, was in de judo ook. En we hadden zo'n tante die kwam logeren bij ons, tante Lucie, en die woonde in Brussel. Maar die kwam zo voor haar gezondheid, kwam die soms 2 maanden aan de zee logeren bij ons. Een doodbraaf mens, inderdaad. En die zat dan s'avonds, s'middags, had ze dan mee met ons. En ik had dus Lenny Bruce gezien en de oorlog in Vietnam en allemaal. En ik had dan discussies aan tafel met mijn ouders en met tante Lucie. Dan de Noord-Vietnamezen eigenlijk het wel bij het rechte eind hadden verstaan. En tante Lucie was zo geweldig tegen, omdat de Amerikanen ons bevrijd hadden. Hè. En dus ik had zij was geweldig tegen de Russen, naar communisme, dat was, ik weet niet hoe. Terwijl ik dat begon te verdedigen aan tafel, zo, dat communisme. Ja, wie zag dat? Allee, dat was zo de typische. Maar ik was al 16, 17 jaar oud. Dus ik kon dat zo niet goed. Maar op een bepaald moment was er in Oostende een
een Europees kampioenschap judo en in Oostende. En de dingen zijn die, hoe noemen we dat alweer? De paarden. Aan de Wellington. Nee, maar we dan de, ja, dus de judoclub met de box en de. Alleen de hoemt alweer, de stallingen of zo. Enfin, goed, ja, dat was er een Europees kampioenschap judo. En. Ja, de jongetjes van de judo werden gevraagd van, willen jullie iets meedoen, omdat voor die organisatie, voor de opening en zo is. En ik had er mijn handen op stoot. En wat wilde hij doen? Ik wilde vlaggen dragen van de Sovjet-Unie. Dus ik met die vlaggen, met die CCCP op, en dat was zo helemaal gefilmd. Toen naar mijn moeder zei, bellen naar mijn moeder, ze zeggen dat Tante Lucie in Brussel, die in Brussel moest kicken, want dat... Dat ik op tv hoor. Dat mensen zitten zo'n kiek. De hart al dus, naar binnen. Dus, zo'n CCCP. Zo'n rode vlag. En ik zo halend. Met al die Russen achter mij. En toen ik... Also, dat was zo eigenlijk de macht van... de kracht van de media. Dat was zo... Dat je dat toch al... ergens kon gebruiken en een soort joke hitten, in feite. Enfin, zij kon er dan uiteindelijk ook wel misschien mee lachen. Ik weet dat niet, mijn moeder zou dat dan wel een beetje verbloemd hebben en zo van, ja, leuk. Maar goed, ik heb dat gedaan en terwijl ik hier nu zit te bouwen, realiseer ik me plots dat dat eigenlijk wel een soort van media zoeken was. Want ja, er bestond eigenlijk niks in die tijd, van, behalve de telefoon en de BRT. De BRT. En dat was het, dat was dat was het, hè. En Brussel-Frans? Wij konden dat niet pakken in Oostende. We hadden de BRT en Rissel. Ja. En dat mistig was, kostte ook de BBC ontvang. Waardoor ik op een bepaald moment, in Oostende wonend, ik had zo'n maat op Nopex. En die... met bandopnemer nam met zijn bandopnemer het geluid op van tv-programma's of van radioprogramma's. John Peel bijvoorbeeld. Maar ook Morecambe & Wise, Spike Milligan, Monty Python. Ja. Dus en wie er lustte naar die band en zo, en dat was zo geweldig, dat was zo fantastisch. Maar dat we hier nog niet zo'n op televisie, dus de mensen in België hoorden dat eigenlijk nog niet. En ik was er al helemaal van doordrongen van dat absurdisme zo van die gasten. Om wat te zeggen, dat dat heel, like, in Oostende was dat eigenlijk wel een toffe plek hè, om te wonen, realiseer ik mij nu ook, omdat ook de Narakiri kost te kopen in de gazetwinkel, de Charlie Hebdo kost te kopen in de gazetwinkel. Dus ik had een gigantische voorsprong, voelde ik wel op veel andere kinders van mijn leeftijd die met tekenen of met iets anders gingen beginnen. Oostende was echt een metropool. In feite, een metropool op dat vlak was dat wel... ik kwam daar bijvoorbeeld Pichat tegen, die tekenaar van, die bezig was met Tarzoen dan. Ik kwam daar, had er allerlei mensen die daar rondliepen. Met Arno natuurlijk, werd ik geplukt. Ik werd op straat geplukt door een vrouw, een hele vriendelijke madame, die een traiteurzaak had in Oostende, in de Kapellestraat was dat. Ja. De uitgangsstraat? Nee, de Kapellestraat is de Veldstraat van Oostende. Ah ja, oké. Okay, daar rijden dus al de winkeltjes en de kruideniers. Ja, oké. Dat gaan van de markt naar de Mercator op, zoiets. Ja. En die mevrouw Mazure, ik weet niet, had mij eigenlijk ergens opgepikt of zo, en zei, waar moet ik komen naar mijn winkel? Ik wil jullie voorstellen aan andere mensen. En ik zei, oké, dat is goed. Ik ga gewoon niet aan die man. Ik kon daar naartoe. En wie zat er daar? Arno zat daar. Ook, is hij wel een paar jaar ouder dan ik, maar die zat daar. Philippe Geluk zat daar, die tekenaar van Le Soir, van Le Chat. En dan nog een
Joegoslaaf was dat eigenlijk mijn mobiel dat juist was. Weet ik niet meer. En die gast was ook aan het tekenen, grafiek aan het maken. En Arno zat gewoon te babbelen over rock and roll en zoiets. En met Philip Buluk zat ik aan te spreken over Chaval en over het Franse tekenaars en allemaal. En wij kregen daar zo'n gewoon een pintje of een tasje koffie of wat. En we moesten gewoon babbelen met elkaar van dat madametje. Dat was fantastisch eigenlijk. Hè. Dat was echt zo'n soort van... een geweldige... dat ging niet tegenkomen in Ipoort bijvoorbeeld, met alle respect. Of in Oost-Dunkerk. Nee, in Oostende was dat wel zo. En die vrouw had dan ook nog contact met een blad, een soort kunstblad of zoiets, in Kortrijkse. En mocht dat dan ook voor tekenen. En allee, van het een kwam het ander. Dat was, eigenlijk tamelijk snel. Ik was eigenlijk al heel jong, was ik. Los van school... eigenlijk met een soort carrière bezig, dat ik zelfs zonder dat ik het door had. En de school was eigenlijk school was niet voor nodig? Eigenlijk niet, nee. Ik deed dat gewoon voor mijn ouders gerust staan. Ja, dat onze Luc toch een diploma had. Ja. Hij had toch leraar de tijden worden. Nee, Luc, oké. Ik dacht in mijn eigen, ja man. Ik geloof in Sint-Naclooi ook zeker. Nee, dat deed ik dus niet. Maar ik deed dat voor mijn ouders gerust te staan. En goh, ja, ik zelf maakte me totaal geen zorgen over de toekomst eigenlijk. Dat was... gewoon, maar je lag al vast. Gewoon. Je tekende wel al heel vroeg en heel intens. Daarnet noem je Charlie Hebdo, iconisch natuurlijk, zeker helaas sinds een paar jaar. Maar Harakiri, en dat is dan niet de zelfmoordaad op zich, is heel belangrijk geweest voor, absoluut, voor absoluut. Kamagurka, ja, voor het begin van. Ik heb daar nu, in mijn nieuwe show, heb ik daar een heel verhaal over eigenlijk. En ja, het komt erop neer wat voor geweldige moment dat was voor mij, omdat dat was ook gewoon op schoolreis. Hè. Dus ik zat dan in de kunsthumaniora, omdat ik in het atelier vond ik dan, dat ging gewoon niet meer, dat interesseerde me ook niet. En om mijn ouders gerust te stellen, ging ik dan aan de kunsthumaniora in Brugge om tekenleraar te worden. Een beetje, maar ze zei, ja, doe maar wat je hoesten. Mijn moeder zei, moet je wel je hoesten doen. Die mensen waren ook niet dom, hè. Die zagen ook wel dat ik heel gedreven was. En ja, ik verdiende ik al, kom ook 300 frank per tekening in de zee. Dus ik kan al 1200 frank per week. Ja, dan in die kost tijd, ik elke week twee nieuwe velo's kopen. Hè. Allee, ja, om maar eens te zijn. Ja. Met kilometriek en met versnelling. Nee. Die kilometriek was heel belangrijk. En toen was er ook nog koren tussen zee. Dan... nee. Maar, dus mijn ouders zeggen wel, tja, je doet die dan niet slecht. En ik stond er ook wel tamelijk van versteld. Maar goed, ja. Voor het zekerste moest ik dan toch nog naar school gaan. Maar ja, ik was nog maar 17 jaar. En toen gingen we naar Parijs, op schoolreis. En het ultieme doel van die schoolreis was bezoek aan het Louvre. Hè, omdat we dan kunstgeschiedenis hadden. En dan gingen we werk zien van Da Vinci, van de Grieken, van noem maar op, van Louis David, Egyptenaren, van het klassieke. Alles gingen we bekijken, heel een dag in dat Louvre gelopen. En ik dacht van, godverdomme toch, die man is allemaal dood, dat interesseert me geen fuck. Louis David en Da Vinci, alle respect, maar die man zijn dood. Mijn helden, dat zijn die mannen die naar Akirima, dat kocht ik in Oostende. Dat boekje en Klaas van achter naar voren, van voor naar achter en van ondersteboven. Kende ook al die tekenaars. De schrijvers ken ik niet zo, nog niet zo. Mijn Frans nog niet zo fantastisch was, maar ik was dat toch wel een beetje ontleed. Enfin, ja, dat was een blad dat was zodanig goed gemaakt. Dat was een evenwicht tussen het volstrekt anarchistisch absurdisme en het hyperrealistisch ecologisme. Want bijvoorbeeld, ook Charlie Hebdo, in die tijd was dat ook één groot pleidooi voor zonne-energie, voor windenergie. Toen al? Toen al, ja. Dus dat was is gewoon die man, 40 jaar geleden. Hè? Ja. Dat was één van die tekenaars die toen ook gestorven is. Fournier heeft twee boekjes gemaakt. Die werkte voor Charlie Hebdo en nog een ander blad, La Gueule Ouverte. La Gueule Ouverte was een soort van ecologisch blad. En, maar ook met tekenaars. Nicolau tekende daarin, Fournier. En Fournier had twee boeken gemaakt. Où on va, j'en sais rien, mais on y va, was de titel.
een van die boeken. En dat was dus één groot... Wat je nu op de klimaatmars, wat de mensen zijn een klein beetje beginnen te realiseren, werd daar eigenlijk al in detail beschreven wat dat er aan de hand was. Dus we spreken nu van 1970, 71, dat is 72. Bijna 50 jaar geleden. Ja, hè? En in feite zou het niet slecht zijn om die dingen nog een keer te tonen aan de mensen nu. Want in feite is, en als artiest, zijde daarmee bezig. Als artiest, ik weet nog ooit, kan ik eraf zo met Kees van Kooten in Antwerpen. En het was zo'n hele warme zomeravond. En Kees zei, ja, stel je voor dat het altijd maar warmer wordt. En dat er, weet je wel. En ergens voelden wij dat al zo. Het ding is dat dat in de lucht zat, die opwarmingen. Ja, nu wordt dat zo met feiten gestaafd en zo. Maar eigenlijk zijn artiesten, ook op dat vlak, de kanarievogels. Die vroeger melden wat er... Pas later bij vele mensen zal beginnen. Wat er aan de hand is. Ja. Ja, ja, ja. Tijdens het dat we naar de Louvre gingen, zei ik tegen een paar gasten in de klasse van, kijk, ik zie weg. Huh. En ik ga dan naar Akiri. En ik zei, doe alsof dat ik mee bent. En die klasse ging voort en ik, maar ik had er wel geen plan van. Ik had ook geen adres of geen telefoon of geen... Niets, ja. Dat was gewoon zo puur intuïtief. En gevonden, blijkbaar. En ben er terechtgekomen, ja. Ik ben er dus... ik ben ook begin babbelen tegen die gasten allemaal. Maar ik had niks mee, ik had ook geen tekeningen bij of zoiets. Oh, fuck, jongens. Dat... Enfin, ik werd daar dus met een goede whisky onthaald en zo. Maar, waardoor dat mijn Frans wel een stuk beter werd op slag. En dan uiteindelijk mocht ik dan zondags terugkomen daar. Met, om een tekening te tonen. Alleen, ja, ik naar het Louvre, stond wachtend dan die gast naar buiten kwam. Ik zei, ik heb een probleem. Dat denk ik ook, Zeebroek, zei die leraar. Ik zei, wacht. Ik zou wel een tekenen vannacht, want ik moet morgen een afspraak bij de Narakiri. En dan worden ze van die leraars zo vrij. Moet dat zeggen, dat was eigenlijk een beetje, ja, mei 68. En die vond dat eigenlijk wel tof, dat ik deed. En ik mocht dan op hun de kamer tekenen, s'nachts. En zij sliepen dan ergens anders. En zondags terug naar Akiri. Dus die schoolreis heb ik gewoon volledig misbruikt in mijn voordeel. Was één trip naar Harakiri eigenlijk. Ja. En dan, JB was daar. En dan, maar het was nog niet zot genoeg, zei hij. Want ja, ik zei een tijd met een potlood en dat was een beetje de omstandigheden. Maar hij zei, ja, het kan wel goed komen, maar het moet nog een beetje zotter zijn. Ja. Ik zei, oké, het is goed. En dan een jaar later ben ik dan terug geweest en toen was het wel zot genoeg. En vanaf toen ben ik in mijn werk voor de Harakiri. En dat viel een beetje samen, dat was 1975 was dat. En dat viel een beetje dat ik begin te publiceren, maar in Humo ook. In 75 ben ik begonnen in Humo. Dus dat is ook al tijdje, zo lang geleden. Een tijdje geleden. Het valt vooral op hoe jong je, was om al in Humo te staan. Ja, ik moest nog schaamhaar krijgen en ik tekende het al in de bladen. Ja, dat was zo echt, ja, dat was gewoon, dat was mijn stijl en recht ernaartoe. En was echt dankzij Guy Mortier of zat er iemand anders achter? Nee. Maar, ja, in feite zat er nog iemand anders achter, dat is namelijk Eddy Vermeulen. Die heeft het eigenlijk opgepikt in een Nederlands blad, want ik ging dan ook vaak, enfin niet vaak, maar ik ging dan, ik wou eigenlijk underground tekenaar worden. Underground. Ik wou eigenlijk niks met succes, dat vond ik niet interessant, ook niet stand-up of theater of, dat interesseerde me niet. Ik wou gewoon, ja, underground, de grens van het toelaatbare, bijna gearresteerd wordende. Dat vond ik het echte werk eigenlijk. En er was een blad in Nederland dat luisterde naar de naam Tante Leni presenteert. En Tante Leni werd gemaakt door Leni Zwalve, heette die, en haar man Evert Gerards. En Evert Gerards is nu tekenaar van Donald Duck, van Disney eigenlijk in Nederland.
En die mensen dus, ik ging er naartoe met een trein ook, met een hoop tekeningen. En ik bleef er dan een dag of twee logeren. En dan maakte ik wat tekeningen. En dat verscheen in dat blad. En zo heeft Eddie Vermeulen, die ook voor dat blad werkte, want dat was wel een topblad, hè, dat verscheen misschien maar een keer of vier, vijf per jaar. Maar dat waren wel toptekenaars. Wie stond erin? Mark Smeets, die al dood is. Fantastische tekenaar. Mark Smeets. Evert Gerards. Joost Zwarte. Die dan later Jeff van Noekel gaan tekenen is. Stond daar ook al in. Eddie Vermeulen stond er ook in. Soms maar met twee pagina's, maar een fantastische tekening. Hier stonden dan nog allemaal Bill Bodewest, dat was zo in die zo'n ventjes tekende, zo vrij komiek. Ja, en Eddie had daar een exemplaar van Achie gegeven. Hij zei van, kijk, dat is Bastien Oostende vinden of zo, zeker. En hij had dat gewoon overgenomen en in Numo gezet. Dus dat gewoon overgenomen uit dat blad. Ja. Dat hoeft zo, geen mortier. Waarop dat mijn beste maat Jean-Marie zei van, zij is toch geen Numo? Ik zei, maar hij is dat echt wel. Want hij las de Humo. En, ik kende dat eigenlijk niet zo goed, de Humo. Ik vond dat ik, ja, een boekje, ik weet niet, dat interesseerde, was niet underground genoeg voor mij. En dan heb ik dat ook een keer beginnen kijken. En wie stond er daarin? Eddie Vermeulen, die deed de TTT-pagina, zo'n kop iedere keer, met zo'n figuurtje, dat was de groene steenvreter. En ik vond dat geweldig tof natuurlijk. En dan ben ik bij de Humo lezen, beginnen lezen, zo, die popblad. Ik vond het eigenlijk allemaal goed geschreven. En ja, dat was dat. Dat smaakte naar meer. En toen ben ik eigenlijk beginnen tekenen, maar speciaal voor Humo. Ja. En vanaf dan is dat dan, vanaf 76 ben ik dan bijna elke week, stond ik dan in de Nemo als ik mij het goed heb. Eerst zo in de popblad zitten, de TTT-pagina's. En dan die begon dat zo even meer en meer rond te strooien. Maar ik zat ook nog op de academie toen. Hè. Dus, maar allemaal zeer jong, zeer, moet ik het zeggen, gefocust op dat tekenen in het begin. En dan plots komt daar ook de rest bij, doe televisie, ja. Performances, ja. Wat die ook performances, al. Dat is eigenlijk wat ik altijd gedaan heb, ook de gelegenheid had zo. Maar ik schreef ook, ik wist ook niet hoe dat ik het moest aan beginnen eigenlijk, maar mijn idee was, want dan toen, nu zijn we 3, 4, 5 jaar verder, had ik wel al een keer in de kurszaal dan Nederlands Hoop in Bange Dagen gezien. Een soort theatershow van Frik de Jonge met Bram Vermeulen. En dat vond ik wel geweldig. Wat ik geweldig vond, was dat die gasten zo snel spraken en precies alles improviseren. En wie ik dan ook gezien heb op Paulusfeesten, was Urbanus. En Urbanus vond ik ook zeer grappig, want die kwam op met twee pingpongballen in zijn ogen, kassen gestoken. En die zei van, ik ben Urbanus. En wie zei hij? Zei dan het publiek. En ik vond dat echt hilarisch eigenlijk. En dan zo door die twee dingen te zien en door te merken zo van, tja, eigenlijk kun je ook de mensen aan het lachen brengen zonder dat je ervoor moet gearresteerd worden, weet je wel. Je kunt ook gewoon, het hoeft geen guerrilla te worden. Je kunt ook het wat doen dat de mensen gewoon leuk vinden. En dan ben ik er wel aan pijn, ook omdat ik dan in Humo stond. Dan stond ik eigenlijk voor een wel tamelijk Humo, was toen 150 dus exemplaren, of ik weet niet, ik wil er vanaf zijn. Dat was nog niet het grote publiek, maar toch al een tamelijk groot publiek. En ik, misschien zijn ze groter dan wat dat nu nog is. Het zou best kunnen. En de impact was enorm van Humo, vond ik. Humo was de Bijbel, hè? Toen en lange tijd, nu minder. Nog niet echt de Bijbel. Toen, denk ik. Misschien, ja. Dat was toch een beetje toch ook een beetje underground, zo. Ja, toch een beetje nog. Het was nog niet door de andere persorganen als voor Volans, hè. Maar dat is er op 5, 6 jaar tijd, was dat dan wel zo, hè. Gie die ging altijd maar door, die ruiplagen steeg. En wij hadden het grote voordeel, Gie had het grote voordeel vooral dan, dat er dan die man Frans sprak, hè, Dupuis. Dus die gasten konden dat niet lezen. Dus Gie die zette dat wel in. Een van mijn eerste tekeningen in de Humo verscheen was een blinde, denk ik,
die zijn fluit uitliet aan een leiband. En hij liet zijn fluit pissen tegen een paal of zoiets. Ik had nog een keer moeten kijken. En dan was de meneer Dupuy dat dan gezien en die belde dan, hier, wat is dat? En hij zei, c'est un chien. Weet je, die legde dan uit dat het een hond was. En meneer Dupuy, je sait pas très bien dessiner, hein, ce mec là. Weet je, non, mais il est très jeune. Weet je, dat kan me zo inbeelden. Het soort gesprek dat dat was. Maar dan kwam de rest... Ik bedoel, ja, de rest kwam... niet enkele tekenen, dan kwam Kammakker Kais geworden, iets allround eigenlijk. Hè? Ja, dat was dan een keer, hoe kwam dat eigenlijk? Maar ook doordat ik eigenlijk heel vroeg bezig geweest was met Monty Python en dan Cote en Bizan, dan op de VPRO, Wim T. Schippers, we waren er eigenlijk heel de tijd mee bezig met die dingen. En ik vond eigenlijk ook van een tekst, kan je even goed zeggen, of tekenen, of... schilderen of... voor mij was dat eigenlijk een heel doodgewone zaak, dat je even goed iets kon, een schilderij kon maken van iets, en dat was nog altijd zo, of een tekening, of een, of een optreden, of een... je kunt dat ook gieten in een bepaalde vorm. Uiteindelijk zijn het maar de ideeën die je hebt, die je in een bepaalde vorm giet. En als jij je die vorm eigen maakt, als jij daar een eigen vormgeving aan heeft, is dat iets heel persoonlijks. En dan staat dat los van, is dat goed getekend of niet goed getekend? Wie zal het zeggen? Nee, het is getekend. Kammakker, weet je? Mijn ding was gewoon doen zoals ik het doe. Want ik bewonderde mensen die dat ook deden. Like Rezaire, dat was ook zo heel snel getekend, maar dat was fantastisch. In mijn begin smeten ze dan met rotte tomaten naartoe, waarschijnlijk, naar Rezaire. Wolinski ook zoiets. Maar de efficiëntie van Rezaire en van Wolinski en al, dat was zo geweldig. En dan natuurlijk het feit dat je niet gevraagd werd om op te treden, was ook een trigger om op te treden. Het werd niet geacht het te doen, versta je? Als je zei, Urbanus, waarom zong Urbanus liedjes? Omdat hij anders niet kon optreden. Mocht dat vragen aan hem? Hij had misschien al gevraagd. Ja, ja, ja. En die zei op een duur, ze hebben liedjes weggevallen en werden voilà, met tekst en belangrijk. Ik had dan een beetje later, maar ik had dan een punkband. Een punkband, de Dacho Dollies noemde dat. Okay. En wij traden op zo, ja, op van die punkcontests en in, dat was voor mij het podium eigenlijk betreden en dan als frontzanger was ik dan een beetje, we hadden misschien maar 5-6 nummers, hè, maar we traden toch op regelmatig en dat was juist ook in die flow van die punk en ik ging daar een beetje tegenin. Sorry, ik heb hier een klein beetje. Ik kan een sesamzaadjes eten voordat je komen zit. En die zitten in mijn keel. Die zitten in de keel. Zo een klein sesamzaadje dat zo zit te kribbelen. Oké, dan. Sesam, open u. En slik door. Maar dus dat was in feite voor mij de mag het of mag het niet. En als het niet mocht, dan deed ik het. Zo ben ik eigenlijk altijd maar verder gaan. Je kunt zelf zeggen met schilderkunst, hè. Met schilderkunst dat is dan dat en dat en dat, maar dat niet. En dan denk ik van ja, dat moet je doen. Zeg mij dat niet mag en ik ga het doen. Ik heb het altijd gedaan als kind. En ik ging zeggen, en het is altijd zo gebleven, eigenlijk. Het is eigenlijk altijd zo gebleven, ja. TV dan, hè? Ja. Lava is wat ik mij persoonlijk denk ik meest herinner, of het eerst herinner. Van wat kan maar... Was dat ook het eerste? Ja, min of meer zeker. Nee, het eerste niet? Dat we gedaan hebben was sfeervol bullshit. Dat was op de VPRO. Ah, ja. En dat was met Herzele en Jean-Marie Mogare. Ja. Dat was in 1981, denk ik. En daar was ik naar de VPRO gegaan. En dat was de regisseur was Robert Wiering. En die mens heeft er verder een zenuwinzinking over gehad. Want ja... Ik had dat geschreven, ik had dus teksten geschreven voor die sketchen en allemaal. En Herzele meegenomen om het te spelen, die nog nooit iets gedaan had van spelen in zijn leven. Plus Jean-Marie, dat was gewoon de maat, die een tijd die Monty Pines opnam op bandrecorder. Van de dus die was ook mee. Legendarische wijk in Oost-Tennet. Ja. Want Herzele, ja, nu je het zegt, van waar kwam die man plots? Ik ben tegengekomen in mijn enige jaar op de academie. Maar daarna, ik heb
Het is niet mijn gewoonte, maar uw Wikipedia-pagina afgeprint. Okay. Waardoor een mens ziet wat het fenomeen Kamagurkaal vooral heeft gemaakt. En dat is niet slijmerig bedoeld, maar het is gewoon zo. Hè. Enorm, enorm veel. Ja, ja. En als ik dan naar televisie kijk, daarna kwam Kamagurka en Herzere op de BRT, denk ik, 85. Ik denk 85, ja. Ja. De eerste echte, dat was Johnny Wood. Ja. Met John Erbuur. John Erbuur was regisseur. En Felice. Felice zat daarin, ja. En wie zat er nog in? De Kotmadam. Och, Catherine de Vos. Catherine ja. de Vos zat erin. Moet ik zien dat ik nu niemand vergeet. Maar ik speelde dat twee dingen. Ik deed de sketch in Camille Kafka. Ja. Is daar ontstaan. Ja. En dan deden we ook Cowboy Henk. De avontuur van Cowboy Henk. In een decor. Met het lezen en het spelen tezelfde tijd. Dat was wel fantastisch tof. Dat was heel zot eigenlijk. En dat kon bij de openbare omroep uiteindelijk. Want er was ook wel edgy en er was en niet, Mark niet, Maas gewoon een mainstream producer. En ik moet zeggen, dat is nu nog iets anders dat ik vertel, dat er misschien ook wel iets mee te maken heeft. Het is tot in de treuren heruitgezonden. Dat was een talkshow met Karel Huibrechts aan zee of zo ontwannen. Met de Urbanus erbij, de tafels die omvergeduwd worden. Jan de Smet, Kurt van Neheim zat er ook bij. Enfin, op een bepaald moment, tafeltje weg, kroketjes, hernaskroketjes door de lucht. Ik en Urbanus samen, dat was zo een beetje complot in feite. Omdat we niet akkoord waren met een bepaalde gast die daar zat, een soort criticus. En die voorspelde dat Kamagurka en Urbanus dat dan maar een jaar of twee jaar ging meegaan. En we hadden dus heel die gast eigenlijk. Ik had ook nog wat roze kop gegoten. En, maar na die uitzending, waarvan ik ook dacht van ja, nu gaan ze mij wel weer nooit meer vragen. Want dat was ook een beetje mijn ding. Ze gaan mij één keer vragen, maar geen twee keer. En Jan Heijzen kwam naar mij. Dat was de chef TV chef, of ja, zo. Die zei ja. Met jou wil ik TV maken, zei hij. Waarom? Waarom? Laat mij een keer rust. Maar nee, maar dan. En dan eigenlijk zei ik dan. Via, goh, hoe is dat dan gekomen? Ik weet het ook niet meer, maar we zijn. Toch, ik denk via de radio, zou dat niet kunnen? Annemieke Pieters als zo'n radioprogramma met vier aan tafel of zo. Dat zou kunnen. En zij vroeg mij om sketches te doen. Ja. En zo is die figuur Camille Kafka ontstaan. Zo'n wat was dat lispelen op de radio, ik vond dat wel geestig. Maar ik had er nog niks op mijn hoofd staan of zo. Die Kafka is eigenlijk ontstaan, dat figuur zelf. Doordat ik zo'n muts gevonden had in Groningen. Ik was toen al aan het optreden met Herzele in Holland. En we gingen dan een stok Amerikaan soms een keer wat dingen gaan kopen. Ik had zo'n muts gevonden, zo'n Amerikaanse muts met van die flappen, net als een lange vesten. En dan was ik een keer gevraagd voor een tribute aan Marcel van Malen. Dat was dat in Gent, geloof ik. Marcel van Malen kende ik van Oostende, de dichter, schrijver ook, performer ook. Marcel was blind wordende, of was toen al ongeveer blind. En ze had mij gevraagd, wilde hij niet optreden in de Vooruit, was dat geloof ik. En ik zei, ja, ik wil dat wel doen, want ik vind Marcel wel een toffe gast en zo. Maar ja, wat ga ik doen, hè? En dan had ik, omdat hij ook de dichter schreef, ook wat gedichtjes geschreven. Het is nog mijn dag zo, over de sneeuw, de wereld, en het was juist aan het snijden en zo. Beetje. En nou ja, hoe ga ik dat dan doen eigenlijk? Ga ik nu, en ik heb bedacht, ja, ik heb die klakken gekocht, kan misschien... en dan ja, dat figuurtje, lispelend, spraakgebrek. Want Marcel sprak ook zo'n beetje zo. En ik overdreef dan die keer natuurlijk. En dan heb ik hem ook blind laten zijn. Dus wat ik... de grote dichter zei, dat kon ze dan aan. Hè, en ik kwam dan dat podium op en ik begon te spreken. En dan schoof ik weer een beetje op. Toen wist ik dat ik voor de micro's toen. Ik zei er dan uit, zo, ja, als blind is dat niet gemakkelijk van op te treden. Dat is niet gewenst. Van, je moet die micro vinden en je ziet dat niet staan. Zo heel het was. Van, ja, dus, en dat was mijn eerste Camille Kafka. Want zes, ik denk dat er veel mensen niet wisten dat dat Kamagurka was. Zes. Dat was ook wel leuk natuurlijk. Maar goed,
En dan via radio's en inderdaad, de tv ging dan zo een beetje schoorvoetend. Ja, want dan was er Johnny Wood en dan, wat ik als hij mij herinner, Lava, wat... Dat was eigenlijk revolutionair, vond dat ik. Was eigenlijk, ja, maar dat kwam eigenlijk door dat Mark Maas, die was ook producer van Johnny Wood. En Felici wou dan andere dingen doen en wij zaten met een idee. En ik zei... tegen Mark. Ik zei, kijk, ik zou wel een programma dat echt veel kijkers heeft. Zo. Want ja, nu ben ik een beetje zo'n soort van bon vivant, weet je wel. Die tijden in de numo en die moet nog altijd in het beperkt publiek moet ik wel een keer wat maken. Echt dat goed, iedereen al kijkt. En ik zou eigenlijk doen, ik had gekeken in de numo, naar de combinatie, humo combineerde ook zo interviews met BV's en sportvedetten. In combinatie met zwaarwichtige journalistiek, in combinatie met grove grappen van Kamagurka, in combinatie met fantastische historische tekeningen van Eddie Vermeulen. Dat was ook zo een hele interessante cocktail. En ik zag ook wel dat er op een groter publiek kwam. Dus ik dacht van, waarom zoek ik niet een tv-programma dat een beetje lekker samengesteld is, like de humo. Natuurlijk, ik kan natuurlijk geen journalistiek doen, maar ik kan wel bijvoorbeeld, en ik dacht ik Eddie Wally combineren met... Met die van Wanten. Met die van Wanten bijvoorbeeld. Ja. En Kamagurka en Herzele. En in één keer was dat vertrokken. En Jan Gijzen zei, oké jongens, aan de slag. Dus wij kregen carte blanche van de BRT. Nu, als we doorgaan met die programma's, wees blij wat je hebt. Ook VPRO, met Gunter Lamoot. Ja. En Bob en George, geen commentaar. Want dat is iets opvallend. Dan werd je plots een beetje reportagemaker. Hè? Man bij het hond. Geweldige televisie, vond ik dat. Ja. Maar dat was ook omdat ik zoiets had van, al die typetjes en zo, al die figuurtjes. En ik had dat gehad, zo, weet je wel. Dat was zo wat dat gepasseerd was. En ik wou op een andere manier humor brengen. Eigenlijk meer de realiteit omarmen en in beeld brengen. En terzelfde tijd toch altijd zorgen dat er gelachen werd. Of dat er toch iets leuks gebeuren, on the spot eigenlijk, want dat miste ik zo'n beetje in Lava. Dat was niks geïmproviseerd, hè. Dat was eigenlijk volledig, we improviseerden wel op de set, maar ja, dat werd nog altijd gemixt en gedaan. Hè. Uiteindelijk was dat een programma dat gemaakt werd, van op papier, van op, weet je wel. Maar ik wou ook een tv maken vanuit de losse hand. En dat was enig scenario? Er was geen enkel scenario, dat was gewoon Dirk van Houten. Cameraman, geluidsman en ik en de technieker. En we gingen wij gewoon op langs de grens gaan volgen. En dan wachten we gewoon totdat we in één keer dat kon ik zijn of dat kon iemand anders zijn dan de crew. Dien, probeer ik in Dien. En dan gingen we daar gewoon naartoe. En dan begon het. En soms hadden wij heel een dag niets. En soms hadden wij achter een half uur tv. Ja, dat we zeiden van, god, moeten we nog verknippen en wegdoen, want het is zo goed. En, heel mooie tv, dat is toch? Ja, het was mooi, het was fantastisch. Ja, het was ook een topteam. Dirk van Houten is ook een geweldige, die heeft dan later onder andere de ideale wereld bedacht en allemaal. Ja. Die heeft dan later de Hotel Romantiek en zo, hebben ze ook gemaakt. Dat zijn mannen die echt... goed nadenken over tv en die daar heel goed mee bezig zijn eigenlijk. Ja. Iets tussenin, en dat herinner ik mij zeker als luisteraar, Bart van Este, Gunter Lamoot, Piet Preiter, Studio Kafka, wat eigenlijk ook revolutionaire radio was. Hè? En ze hier paste toen in het kraam van Studio Brussel. Ja, dat is waar. We hadden dan ook dinges natuurlijk. Hè. Dat andere programma. Kleugenpaleis was toen ook die tijd, ja. Dat bestond dan al ook. Ja. Maar dat was zo, die drie gasten die je opnoemt, die zo ook eigenlijk in een wedstrijd van Stutjes of zoiets was. Ja, een WP Stutjesprijs, hè. En ze wonnen een programma op Stubru, dat was het. Voilà. En dat is dan bij een beetje gelijk omdat ik een optreden won in het sanatorium, wonnen zij
En ik zei dan in feite, ik had dan tegen Mark Koenen, dat was dan de toenmalige producer, die dan zei van kom, gaan ze heel het seizoen meepakken. En dan meteen zei er dan 13 afleveringen kunnen maken. En dan het jaar erop nog een keer. Dus ze waren eigenlijk wel goed gelanceerd. En dan heb ik ze ook meegepakt naar de VPRO. Wat al een minder groot succes was. Wees blij met wat je hebt. Maar dat konden zij niet aan doen en ik ook niet. Maar dat was het gevolg van het drugsgebruik van de mensen die dat programma maakten. Eigenlijk. De cameraman en de regisseur die volledig aan de doop zaten. En het moest constant geïmproviseerd worden. Jongens, wat heb je? En dan whisky erachteraan en bam, horizontaal gaan liggen. Ja. Door de drugs van de seksdrugs daar ook al in die zin meegemaakt. Het was iets te veel drugs, veel te weinig, helemaal geen seks, heel veel drugs en geen rock'n'roll. Ja, rock'n'roll wel, oké. Ja. Later nog een op radio gedaan, behalve als panelit ergens of gast of niet direct, denk ik zeker. Wacht eens. Ik heb toen heel veel de laatste show gedaan. Hè. Ja, dat wel, ja. Met Mark Uitroeven. Dat vond ik ook zalig. Dat was hard werk ook, maar dat was heel, heel leuk. Omdat dat was toch wel een niveau, vond ik. Zeer goed, met de laatste show, denk ik dan. Dat is een format. Mark Uitroeven was ook zeer voorbereid. Mm-hmm. Maar ja, zeer, zeer, zeer degelijk. Ja, ja. Lukte dat om ja, daar ik te stellen? Want ik was ook heel goed voorbereid. Ik zat ook... Ja. Allee, dat was een sketchje van 4-5 minuten dat ik iedere week deed. Plus er nog een interventie in de studio dat ik ook moest voorbereiden. Ja, dat werd geschreven, daar werd dan over nagedacht. Dat was de kranten lezen en dezelfde dag reageren of de dag erop. En dan hop, het veld in gaan trekken, gaan filmen. Foto's maken, filmen, draaien, opnemen. En elke week opnieuw. En dat maakte het eigenlijk zo plezant om te doen, omdat je zo... had altijd die respons ook direct, weet wel. Dat was zo... Met Lava was dat 18 maanden werken, eigenlijk. En dan elke week was dat uitgezonden en dan was dat weer 18 maanden werken en toch weer 6 afleveringen. Terwijl nu was dat echt de week zelf schrijven, bedenken, reageren. En ook leuke items vond ik, vond dat geestig. Dat was zo eigenlijk de actualiteit zoals ik hem met mijn cartoons deed, maar dan op tv. Mm. Mis je dat, zoiets? Ik zou dat wel nog willen doen. Ja, missen niet, want ik heb massa's werk. Maar ik zou het wel nog willen doen. Ik zou dat, maar ik weet niet goed waar dat zou kunnen inpassen. Je hebt nu ook niet die programma's niet meer. Het is eigenlijk, ik mag nu zeggen wat hij wil, maar is er nog zo'n soort tv-talkshow? Heb je niet meer? Heb je Lieven en Van Hils? Lieven Van Hils. Van Hils en Gasten. En Gasten, ja. Maar dat is rond de tafel zittend en ze stappen er niet uit. Hè. Mm. Met Uitroeven stapte, er werd er gewoon regelmatig uitgestapt. En, Misschien tijd voor een eigen nieuw idee, ik weet het niet. Ja, dat zou als kunnen. Als dat al kan met die massa's werk. Wel ja, mijn probleem is een beetje geweest ook dat ik... Ik ben een beetje ingehaald geweest door het succes ook van mijn tekeningen en mijn schilderijen dan erachter. Ja. Met dat schilderen, dat was ook in één keer zo een enorme vibe met koeken die erbij kwam. Ja, en Mark die wou dan echt dat ik er helemaal voor ging. Zo. Maar ik zei, ik wil ook nog wel andere dingen doen. Ja, oké, het is goed, je moet andere dingen doen. Weet je wat, ik ben niet zo'n artiest, like Tuymans of zo, of, die dan heel continu aan datzelfde werken. En die beweest enorm, hè? Dat kan. Van comedy tot lab tv, verschillende soorten tv gemaakt. Ja, ja. Cartoons. Ja, ik ben gewoon veel te... Dan echt schilderijen, inderdaad. Veel te onrustig. Samenwerking met Mark Koeken. Veel te onrustig. Ik ben een hele... Hoe moet je dat zeggen? Een onrustige mens. Ja. Ik moet heel een tijd tekenen. Ik heb vandaag al 5-6 cartoons gemaakt, bijvoorbeeld. Ik heb vandaag al een andere ding ook nog gedaan. Maar goed, ik weet dat ze zo... Ik ben nu in het weekend dat ik 3 keer opgetreden aan elkaar. Ik heb dat dan... Morgen ga ik weer gaan optreden. Ben je op tournee in Nederland, in feite.
Dus dat is dus, gelukkig kan ik nu zo ook heel veel optreden in Nederland, waardoor dat ik zo een beetje bezigheid heb, therapie heb. Zo van, dan kan ik me niet op concentreren. Ik heb een nieuwe show die fantastisch goed is. Dus daar ben ik heel content mee. Van waar haal jij die energie? Ik vind het fantastisch. Hè? Iemand die dag in dag uit zoveel... Omdat ik er geen gebrek aan heb, moet ik zo niet gaan halen. Ik weet niet wat ik dat moet zeggen. Ja. Maar nu of is dat omdat passie is? Geen werk, pure... Ja. Het is passie ook, dus waar. Ben je dat dan ooit beu? Want dat is wel een druk natuurlijk. Het is continu... Ja. Word je bevraagd. Ik denk, als je krantentekenaar bent, dan moet je ook elke dag voor de krant kunnen werken. Hè. Ik heb al wel soms dat momenten heb dat ik denk van, ja, fuck, dat moet dan wel. Ik ben gelukkig een gezonde mens, dus dat is het. Ik ken niet zo de... Doe je daar iets voor de gezondheid? Ja, ik heb vanmorgen nog eens van fitness bijvoorbeeld. Gisteren ben ik in het sauna geweest, toen ik van Nederland kwam. Ik kwam van Nederland gisteren. Dan is een uurtje of drie aan de sauna, gewoon ontspannen. Want ja, al die optredens, dat, als je dat niet afwisselt met sport en ontspanning of wandelen of zo, dan begint dat natuurlijk wel zijn tol te eisen. Maar als je dat op een goede manier afwisselt, die ding. En ook daar, ik heb altijd heel veel sport gedaan. Ik heb altijd tot mijn 48 judo gedaan. Dus... Zo lang toch al? Ja. Oh ja, in mijn tussenstadia, ja? Dat ik het wel meer en minder deed. Maar ik heb altijd tamelijk veel, altijd heel veel bewogen eigenlijk. Ja, ja. Ook gevoetbald, maar tot mijn maat en zo weet wel. Voetbal. Heel veel wandelen doe ik ook zo met mijn vrouw. Gaan we veel op stap. Die sauna ook en zo. Het zijn zo van die dingen dat je, ja... Ik denk dat je heel veel kunt doen op voordat dat je afwisselt, weet je. En dat is ook de reden waarom ik graag afwissel. Dat ik zeg van, oké, nu zit ik in een periode dat ik helemaal niet aan schilderen toe ben. Omdat ik ook geen atelier heb voor het moment, dat is één. Maar... het andere is omdat ik nu aan het spelen ben in Nederland, in een show, 2 maanden aan een stuk. Maar dan ben ik daarmee bezig en dat is heel plezant, want bijvoorbeeld voordat ik aan die show begon, was ik niet aan het optreden. Maar het gekke was, ik ben dan een keer gaan spelen in Breendonk was dat, van waar dat de dingen zitten, waar dan de gasten van... in de brouwerij van Duvel was dat een mooi. Ja. En dan één keer sta ik op dat podium en dan doe ik mijn materiaal dat ik voor het laatst gedaan had 2 maanden ervoor. Maar in één keer kwam er toch heel een andere show uit. Gewoon. En dat was puur en alleen omdat ik daaraan gedacht had. Dus ik denk aan dingen en dan gebeurt dat in mijn hoofd iets. En op het moment dat ik dan op het podium sta, komt dat er gelijk uit. Maar ik heb dus niets opgeschreven. Het is vrij raar. Dus, en met schilderen is ook zoiets. Dus ja. Schilderen, nu ben ik niet aan het schilderen, maar ben ik aan het tekenen en aan het optreden. En ik ben zeker aan mijn schilderijen weer dat er een nieuwe stap gaat zijn als ik weer opnieuw ga beginnen. Omdat ik opgetreden heb, omdat ik getekend heb, omdat ik een periode niet geschilderd heb. Ik ben dan wel niet aan het schilderen, maar gisteren ben ik dan wel naar David Hockney gaan kijken in Amsterdam en Van Gogh. En dat zijn ook de voordelen. Dus het feit dat ik optredens doe, dat ik niet een tekenaar ben die heel dan in zijn bureau zit. Ik ga gaan optreden, dus dan kom ik in Amsterdam en dan ga ik naar Hockney gaan kijken. Vervolgens ga ik een hele na optreden, ga ik gaan kijken naar David Lynch in Maastricht. Weet je. Dus ik combineer altijd zo dat optreden met dan in feite weer iets, ja... Iets dat met kunst te maken heeft, ja. Met mijn schilderijen. Eigenlijk zoek je continu bijna zuurstof. Of doe je de dingen die zuurstof of ruimte laten? Ja, creëer ik eigenlijk altijd een nieuwe plaats in mijn hoofd ook. Ja. Zo, het ene ben ik bezig en het andere creëert dan... En die tekeningen eigenlijk, dat zijn eigenlijk mijn vast inkomen. Ik ga het zo zeggen. Dat is zoiets dat ik heb daar eigenlijk een soort van basis. Een vaste uitgave, namelijk mijn inspiratie van de dag, dat gaat inderdaad ook soms naar zo'n tekening. En dan kan ik dan mijn ei kwijt, toch één keer per dag kan ik mijn ei kwijt in een krant of in een week op in de Humo. Dat is een soort van continuïteit.
Maar die andere ding, ja, dat komt erbij en dat is soms heel onbewust dat dat gaat, weet je. Soms doe ik ook grappen of zoiets, van maak ik een sketch of iets of het wat, dat niets te maken heeft met wat dat er nu aan de hand is, in mij of met mij of met de wereld, maar dat is iets dat ik 40 jaar geleden bijvoorbeeld meegemaakt heb. Waar ik toen niet op gereageerd heb, dat ik eigenlijk te belachelijk voor woorden vond, vandaar iets over te zijn. En dan komt dat nu een keer naar buiten in een sketch of in een tekening. Dat is ook raar. Dus de hersens werken toch niet alleen op het moment dat je denkt dat ze daarover gaan, maar de hersens werken ook heel intens, zonder dat je daar echt, bij mij is dat toch zo, mega veel van bewustzijn. En je hoofd dan nooit stil. Zo kan je eigenlijk altijd zeggen, ik ben aan het werk tegen van TV. Laat mij gerust, ben aan het werk. Dat zeg ik dan ook. Maar eigenlijk zit ik dan gewoon doodvenster te kijken, weet je wel. Was dat nooit stil in je hoofd? Misschien als je misschien slaapt. Misschien wel, ik weet dat niet. Nee, ook niet als ik slaap. Ik heb al verschillende keren dat ik wakker weer en dat ik bijvoorbeeld een droom dat ik gehad heb en dat ik dat gewoon zo bijna kan gebruiken om een voorstelling mee te maken. Ik had sprook en dat was gewoon een droom dat ik gehad had. En dat heb ik dan s'nachts direct opgeschreven in droom. Ik vond dat zo geweldig. En dat is de basis geweest. Ja, natuurlijk nog geen voorstelling, maar dat is de basis geweest om een voorstelling mee te maken. En dan, of kan er ook bijvoorbeeld een Kobe Henk scenario kan er ook uit voortkomen. Of een, ja. Dus je moet eigenlijk is creativiteit, is waakzaamheid, is attentie voor wat er gebeurt in je hoofd en buiten je hoofd. En de combinatie van die twee zorgen dan dat er gewerkt wordt. Hmm. Ja. Het is wel werken, dat zeg je wel. Het is werken, absoluut. Het is keihard werken, zeker van vast. Maar het is ook leuk, ja. Maar het is inderdaad keihard werken soms. We hadden het net over dat schilderen, dat nu even stil ligt. Soms kun je ook keihard werken zonder dat het resultaat is. En kun je heel lui zijn en heb je een fantastisch resultaat. Dus ook daar zit er weer eens heen. Geen vaste formule. Nee. We hadden het over dat schilderen. Hè. Gesteund zeer door Mark Hoeken. Ook een figuur die niet onbelangrijk is, denk ik, in uw leven. Nee, Mark heeft heel veel gedaan voor mij op een bepaald moment. Hè. Dus hij kwam naar mij en zei van ja, ik zou graag hebben dat geschilderd. Zei ja, maar ja, wie had dat betaald? Hij zegt, ja, ik ga ervoor zorgen dat er een inkomen is. En dan inderdaad heeft hij dus die Kamalmanak georganiseerd. Dat was een jaar dat ik een stuk dat ik elke dag heb kunnen schilderen. En werkelijk elke dag een schilderij opleveren? Ja, dan heb ik eigenlijk bijna niet meer opgetreden zelfs. Of heel 2-3 jaar eigenlijk echt heel intens mee bezig geweest. En het resultaat daarvan was gigantische... database of zo, om een modern woord te gebruiken. Dus ik maakte zodanig veel, maar ik kon er niet bij stilstaan. Ik maakte elke dag een schilderij, maar dat wij zijn gemaakt van een schilderij. Maar ik kon er niet blijven bij stilstaan. Hoop, dat volgende schilderij, dat volgende schilderij. Dus ik ging gaan slapen met een schilderij en ik stond op met een schilderij, met een nieuw schilderij. Ik ging gaan slapen met een oud schilderij. Dat was zo echt een soort van, en dat was een soort van bioritme, creatief bioritme. En ik noteerde de schilderijen, bij wijze van spreken, op het canvas direct. En door die activiteit heb ik eigenlijk mega veel pistes aangelegd. Maar dat ik eigenlijk als piste niet kon verder uitwerken, dat ik eigenlijk tot de laatste paar maanden nog op verdere uitgewerkt heb, hè. Bepaalde pistes, dat ik dacht van, ik had dan een keer een Fred Flintstone geschilderd, cubistisch, dat is goed. Dan 2-3 jaar later had ik een reeks van die cubistische striphelden gemaakt, Kuifje cubistisch. Ja, de Smurfen herinner ik mij ook. Hoe zot kun je bedenken, Kuifje cubistisch, dat is gewoon een rond figuurtje, maar dat werkt gewoon heel goed. Ja. En dan heb ik Lazy Landscapes gemaakt, dan heb ik... dat was eigenlijk een gevolg van dat jaar, continu schilderen. Dat kun je eigenlijk bijna niet doen als je niet goed georganiseerd bent. Want als er geen mecenas is, die... Een mecenas, Koek is geen mecenas, zeker niet, maar hij is gewoon een ondernemer. En hij vond dat op dat moment dat een keer moest gebeuren. En hij had ook gelijk. Ik kan hem geen ongelijk geven. Maar dat kun je niet continu blijven volhouden, want er mag niets naast gebeuren. Of,
Dat is lekker of je 4, 5 langspeelfilms in 1 jaar zou draaien, weet je, ja. Dat is zoiets. Koeke is natuurlijk ook voetbal, tegenwoordig Anderlecht. Ja, de houders maar minder tegenwoordig Oostende, ook uw ja, ploeg. Helemaal niet Oostende meer. Ja. Ik snap dat dus ook niet, hè, dat hij dat kan. Is niets meer, nee. Niets meer met Oostende? Er heeft niks met Oostende te maken. Hè. Eerst de voorzitter van Anderlecht. En, ik weet niet of hij dat doet zelfs. Ik weet niet, dat is like een soort van een vlinder. Een pop die vlinder wordt, heeft ook niks meer met die rups te maken, weet je. Hm. Je zou kunnen zeggen, die rups was rood, geel en groen en nu is die vlinder paars en wit. Vreemd, hè? Ja, heel raar. Ik kan, dat, kan dat gewoon niet begrijpen. Gewoon. Maar jij bent wel op en top KVO, hè? Ja, ik zou ook niet kunnen... Ze zouden mij nog mogen een miljoen geven. Of 10 miljoen, ik zou dat nog niet kunnen. Ik zou dat niet... Dat gaat gewoon niet. Dat is, sorry, dat is... ja, dat is lekker of dat je jezelf verloochent. Zo... Dat mag nu nog zo leuk zijn, maar ja, kijk, maar dat is voor mij mijn hobby, hè, voetbal. Ja. Dus het probleem was, ik had, ja, dat is zo, mijn ouders zijn dan, ja, van zijn hobby zijn beroep gemaakt zijn. Maar dat is geen, wat, ik had geen hobby, dat tekenen is nooit een hobby geweest. Eigenlijk. Dat was altijd zo, een soort van levensnoodzaak. En uiteindelijk heb ik nooit een hobby gehad en ik was al heel erg, nog niet bejaard, maar toch al tamelijk oud, zo, als zijn 40 of zoiets. Dat ik zei, oh ja, maar ik heb nog altijd geen hobby, jongens. Want die judo, dat was ook zo, want dat was mijn sport, maar dat was eigenlijk misschien een hobby, ja. Maar ik deed dan ook zodanig graag dat dat ook geen hobby was. En dan in een keer door die voetbal te krijgen, had ik een hobby. En dat is een beetje dankzij om te gaan met Mark Uiteroefen in tijd ook, die zo met Mechelen bezig was. Ja. En dan merkte ik hoe dat ik vurig support dat ik eigenlijk was van een stand ook, omdat dat zo iets zelfs dat diep zat. Hè. Als ik 12 jaar oud was, ging ik met mijn vader naar de NAS. En sindsdien, ja, dat waren mijn helden, nee, de NAS. Terwijl dat gewoon wat pompiers waren en wat bankbedienden en vissers en... die voetbal, nee, maar dat was er. Die man speelde wel tegen Jeff Churion en tegen, tegen Wilfried Puys. Puys was trouwens ook een stander. Ja. Ja. Die van Fugé kwam, denk ik. Ja. Dit heet De Mens Achter het Lach, hè, die reeks. Geïnspireerd op zo de tranen van de clown. Ja, 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 ja. Klopt dat? Is de komiek, maar in ieder geval is dat meer dan dat. Is dat ook de kunstenaar, iemand die in de coulissen wel eens... niet vrolijk is, maar weent? Ik ben geen blijter, dat ben ik niet. Maar ik ben wel... ben wel bezorgd, ben wel... om wat er aan het gebeuren is, of met het algemeen. Er is een bezorgdheid, dat wel. Maatschappelijke bezorgdheid? Ja, maatschappelijk, ja, in feite wel. Ja. Dus er is een zekere bezorgdheid over wat er aan de hand is. En hoe dat het verder moet en is het wel juist, is het wel goed. Maar dat kan ook over maatschappelijk gaan, dat kan ook over kunst gaan of zo, over andere dingen. Nee. Dat is wel waar. En door ouder te worden heb ik nu wel gemerkt dat ik wel tamelijk veel interessante dingen meegemaakt heb waar ik over kan spreken. En waar ik eigenlijk wel dingen mee kan doen, dus een verhaal mee maken. En daar ga ik wel mee werken in de toekomst. Ik ben nu al mee aan het werken eigenlijk. Ben je milder geworden met ouder worden? Nee. Wordt vaak gezegd, hè? Ja, nee, ik denk het niet. Ik denk, nee, want ik heb mijn nieuwe show nu is echt heel erg ver in de richting van chockeren. Maar niet om te chockeren, maar om een spanningsboog te creëren. Waarna ik iets vertel, dat moet aankomen, dat niet om te lachen is. Dus het is, iets, het is een soort constructie dat ik gemaakt heb. Want moet de komiek engagement vertonen? Maar ja, want ja, anders heb je toch geen... Wat eigenlijk een grap en nog kun je maken over iemand die met zeep in zijn bad speelt en dit kwijtgeraakt en dan blijkt in zijn gat te zitten of zo. Dat is dan de niet geëngageerde komiek. Ik bedoel, en dan nog kun je nog vragen van waarom pakt hij geen shampoo?
Nee, versta je? Maar zo zijn er wel, hè, die heel bewust zeggen van ik kies niet voor engagement, ik wil de mensen doen lachen, meer ja, niet. Ja, dat is ook waar, dat is ook waar. Maar dan vraag je af, waarmee laat je dan de mensen lachen? Hè? Ik vind dat moeilijk om mensen te laten lachen zonder dat er iets gaande is in die humor. Humor zonder... Allee, ja. Dat enkel en alleen gaat een mopje, kan een mopje vertellen. Hè. Ober, mijn soep is koud. Sorry meneer, het is gazpacho. Ah, gazpacho, mijn soep is koud. Dat is geen geëngageerde grap, maar is wel zeer grappig. Het is heel grappig. Het is niet geëngageerd en toch zou ik hem ook brengen, waar het niet had van iemand, dat ik hem ergens gevonden heb, het toestuur gekregen heb van iemand. Het is zeer grappig, het is niet geëngageerd en dat moet ook kunnen. Ja. Dat wil zeggen dat ik dat niet ga uitsluiten. Ik ga dat soort grappen heb ik ook wel. Hè. Zo van, er staat water in de kelder. Hoeveel? Toen hebben we een paardenfles vitaal. Dat was zo een dat ik vroeger deed. Dat is totaal niet geëngageerd. Nee, maar het is grappig. Maar het is gewoon grappig. Ja. En dus dat moet ook kunnen. Ik vind, zowel tenen moet kunnen als tanden ook kunnen. Het moet ook door elkaar kunnen. Want enkel alleen dat vind ik dan ook, is voor mij te weinig. Maar met geëngageerd bedoel ik eigenlijk ook absurdistisch geëngageerd. Dus het absurdisme als leidraad neemt, als toppunt van engagement, is het absurdisme, zou het kunnen zijn. En wat is het absurdisme? Eigenlijk bestaat dat niet. Want is dat absurd? Dus kun je niet verstaan. Kun je niet... Dus het is eigenlijk niet geen absurdisme. Het is meer... Ja, hoe moet ik dat dan omschrijven? Niet rijmende poëzie. Iets dat veel dingen raakt, maar dat erom niet. Dat bijna geen bestaansrecht heeft, kan het zo zijn. En dat dat dan brengt keihard. En heel goed. Mijn theatershows zijn eigenlijk een combinatie van, als het goed is, bestaand materiaal dat ik heb. Soms zijn dat ook grappen dat ik al duizend keer gedaan heb, dat ik nog een keer doe. Op een andere manier ingebracht. Dingen dat ik die week geschreven heb, vind ik ook heel erg leuk om te doen. Dat combineren. Dingen dat ik improviseer op het moment zelf. En dan natuurlijk hetgene dat ik speciaal dan voorbereid heb voor die show. Dus eigenlijk een soort van mengeling. En anders is het voor mij niet interessant. Als je alleen maar zoiets zou doen dat elke avond hetzelfde is, zou het mij om duur vervelen, denk verschrikkelijk ik. Vervelen. Ja. En zou ik medelijden krijgen met de mensen die lachen met grappen, dat ik niks voor gedaan heb eigenlijk. Ja. Dat gelach zou dan voor mij niet volstaan. Volg jij andere komieken? Niet echt. Nee. Heer Zeelen volg ik wel. Wellicht. Dat is voor mij een heel groot komiek. Maar echt komieken volgen? Nee. Al zie ik soms wel een keer mensen voor mij optreden. Of als er een line-up met twee gasten die mee worden daarin. En dan zie ik dat wel, dat vind ik dat leuk. Maar dat is ook moeilijk voor mij om te kijken, omdat ik dan met mijn eigen show bezig ben. Ik heb ook al een keer samen met Wim Helsen een paar try-outs gedaan. Dat is ook wel een keer geest. Maar aan de andere kant, ja, je bent met je eigen materiaal bezig en dan speelt een ander. En dan hadden we wel een keer gaan kijken. Moet ik in de zaal, dat is goed. Ja, de mensen samuseren en het is leuk. Maar verder dan dat gaat dat dan toch niet weer. Dat is zo. Ik ben ook niet iemand die veel naar theater gaat of naar optredens gaat kijken. Mijn vraag van, je gaat niet... Niet dat ik het slecht vind of dat ik het... Niet dat ik het maar ben ik zodanig veel bezig met mijn eigen dingen te maken. Natuurlijk moest ik alleen maar optreden, zou ik waarschijnlijk in perioden zitten dat ik niet optreed en dat ik veel tijd zou hebben om ergens anders naartoe te gaan. Maar nu vanavond, ja, ik moet nog tekenen voor de Standaard, ik moet nog tekenen voor NRC, ik moet nog 3 tekeningen maken voor de Humo, allee ja, weet wel. Dus dat is ook wel een tamelijk strak ritme, staccato werkritme dat ik heb. Waardoor ik eigenlijk weinig tijd heb om bijvoorbeeld zulke rare shows, weer nieuwe shows van Wim Helsen, waarom niet? Of van Wouter de Pree, of zijn nog mensen van de Copains van vroeger. Piet zie ik soms nog een keer optreden, die is altijd grappig. Is er iets
waarvan je zegt, dat wil ik echt nog doen. Dat moet er nog van komen vooraleer Kamma content kan zijn. Ik heb altijd gezegd, een fantastische film maken is ook wel een keer wel doen. Dus maar het probleem is in België dat je moest... Het is zondag een kleine markt en je zit al direct FC de kampioen. Maar ik zou heel graag zo van die gasten, like Piet en al. En, zo'n film maken die... zoiets, zo, maar dat extreem is ook, met herzeer en al. We zijn eigenlijk wel tamelijk extreme humoristen, eigenlijk. Maar aan de andere kant ben ik ook wel iemand die graag een groot publiek toch bereikt. Hè? En dat is zo'n beetje een tweestrijd altijd. En wat dat ik doe, hè? Dat is zo... Soms denk ik van, ja, nee, maar iets maar, hoe kan dat? Maar bij Canvas denk ik dan van, we zouden toch graag 100.000 kijkers hebben, maar dat dat ook in feite te begrijpen valt. Ja. En dus dan moet dan toch weer iets maken dat... maar ik vind dat mag tv zijn ook in feite, dat is niet zo... Maar dat zou ik toch nog wel graag doen. We zijn ook bezig met naar de toekomst toe, dat is dan veel internationale tekenfilms te maken. Met Kobe Henk. Ja. Dus dat is ook zo wat dan in mijn hoofd zit. Doordat we eigenlijk al wat mee bezig zijn. Met een paar mensen uit Frankrijk en Los Angeles, die een animatie... studio. Kamago's International. Was al langer zo, maar toch? Ja, maar Kobe Henk is zeer internationaal als figuur. Hè. Ja. Dat zit wel in die underground, inderdaad, waar dat moet zitten. Maar dat zit ook hier en daar toch weer bovengronds. En je merkt als dat figuur zijn geëtaleerd wordt, dat er daar een publiek voor is. Weet je wel. Al doen wij er ook door alles aan om het dan weer weg te jagen, misschien, op een bepaald moment. Maar pff, want nu zijn we veel bezig met Kobe Henk scenario's, waarin dat hij kakt en allemaal. En omdat we dat eigenlijk wel geestig vinden. Huh? We zijn nu 62 en ik vind, mag terug weer wat kinderachtig worden. Kobe Henk, dan zou ik zeggen, wat voor kleine kinderstellingen als die gasten. Ze zijn wel 62 en 60. Dat is toch heerlijk dat je dus op je bijna pensioensgerechte leeftijd eigenlijk humor maakt, wat dan de kinderen zot van zijn, de jonge gasten zot van zijn. Want er is ook bitter weinig leuks. Ik zie soms heel vaak zo op Instagram en op die stripjes die daarin staan, die vierkantjes getrokken stripjes van... meisjes of jongens of ik weet niet wat dat allemaal zijn, maar dat is allemaal zodanig flow en braaf en dat je dan denkt van, allee jong, zijn nu een medium waar ze kunnen er goesting in doen? En nee, het gaat over IKEA-meubels, het gaat over zit mijn haar goed, het gaat over ik heb een nieuw rokje gekocht, maar wat gaat mijn vriendje ervan vinden? Daar gaat het dus over, wat die bullshit-ding. Ja. Dat ik denk van, hey, hoe is dat nu mogelijk? Maar gaat er wel surfeller? Ja, en meer kan evolutie, ik erover nagedacht worden? Kan ik erover nagedacht worden, alstublieft? Want op dat vlak ben ik wel filosofisch. Ik denk nou over de humor die ik breng. In die zin dat ik vind dat er moet een soort van recht van bestaan bij zijn. Zo het bestaansrecht van het werk moet er zijn. En dat kun je niet hebben als je alleen maar over prularia bezig bent. Dat gaat gewoon niet. Ja. Heb ik alles gevraagd? Denk het wel. Want ik heb het gevoel dat er 5 tekeningen nog straks. Ja, ik moet tekenen. Ja. Ja. Dan moet ik een mens laten werken, natuurlijk. Maar ja, we mogen nog een keer komen. Is het ah ja, kijk, voilà. Kamma Gielke, dank je wel. Alsjeblieft.
De Mens Achter de Lach is een initiatief van livecomedy.be met Peter de Kroebelen.